Michael, de landenwedstrijd, het eerste gedeelte van de landenwedstrijd is net afgelopen. Hoe is het gegaan voor Nederland? Ik moet zeggen, er werd goed gesprongen vandaag. Het was een zwaar parcours, maar er gebeurde eigenlijk in verhouding weinig. We hebben 2-0 rondes en 1-4 ronden. Waarbij de 8 ronde van Willem Greven streepresultaat is. Dus 0-0 en 4 is eigenlijk goed. Alleen, er waren er gewoon een paar meer die dat deden vandaag. Dus, ik hoop dat het morgen een tikje zwaarder gaat worden. En dan hoop ik dat het geluk een beetje aan onze zijde wil komen. Nederland staat nu 6e. Wat moet er morgen gebeuren? We moeten gewoon weer strijden morgen. Ik bedoel, 6e, met 1 fout minder hadden we 4e gestaan. Dan was het natuurlijk iets closer geweest. Maar nogmaals, in de kampioenschap gebeurt vaak veel de laatste ronde. Dat zal ook morgen weer zijn. Morgen komen de beste 10 landen terug. Dus ik denk dat de parcoursbouwer morgen ook nog wel een tandje erbij gaat doen. Dus we moeten gewoon proberen zoveel mogelijk nul rondes eruit te halen en afwachten.